Dadstra. Je kent mij misschien van mijn werk De Wereld is een Banaan. De mentale emancipatie van de dragonder. Bewustzijn van de kwikklok. Vagitanus vaginalis. Enzovoort. Mijn werk situeert zich in het grensgebied tussen beeldende kunst, installatiekunst, performatieve kunst. En het kenmerkt zich eigenlijk door de politiek, sociaal, maatschappelijke lyriek, met een hartstochtelijke nadruk op muzikaliteit, emotionaliteit, interdisciplinariteit en de multimediale ruimte. Ambiguïteit, dualiteit, boeddhisme. Tibetaans dodenboek. Entartete kunst. Artistieke praktijk. Praxis. Innovatie. Gevoel. Gevoelsruimte, belevingsruimte, grensgebied, grenzen, Syrië, absurdisme, Camus, Sisyphus, beleving, de praxis, artistieke praxis, de artistieke praktijk, LGBTQI, plus, wiskunde, sterrenkunde. Muzikaal, ritmisch, tik, tak, ritme, ritmische gewaarwording, atmosferische gewaarwording. Ja, waar ik in mijn werk eigenlijk altijd naar op zoek ben, is de relatie tussen mens en verf. En hoe die zich verhouden tot je innerlijke kern, of tot onze innerlijke kern. En natuurlijk natuur en wetenschap, voornamelijk in acrylverf, spuitverf, olieverf, aquarel, waterverf, lak, glanslak, spuitlak, nagellak, typex, fluoriserende verf. Het kan eigenlijk niet fluoriserend genoeg zijn, maar ja, ook zwart. Zwarte verf, zwarte lak, zwarte glanslak. Het is eigenlijk altijd wel een dialoog tussen mij en de verf. En die dialoog die vind ik heel belangrijk. Dat het een ontmoeting is tussen ik, het ego en de ander. Dualiteit. En die dialoog, die probeer ik ook aan te gaan met mijn publiek, met mijn toeschouwers. En daarin is er altijd sprake van een wederzijds geven en nemen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld een bevriende fotograaf. En daarvan denk ik dan, je maakt een foto, je neemt een stukje van de realiteit. Maar wat geef je dan? Hè? Terug aan de mensen. En ik probeer daarin gewoon wel te geven, vooral. Gevoel, emotionaliteit, interdisciplinariteit. Ja, wat ik eigenlijk met mijn werk probeer te doen, is dat ik een maatschappelijk inspirator ben. En dat je naar mijn expositie komt kijken en dat ik daarin dan je blik net een beetje weet te verruimen. Rood. Marco Borsato. Communisme. China. Autocratie. Authenticiteit. Dat je net op een andere manier
naar die wereld kan kijken. Autocorrect. Die er om je heen de hele tijd gebeurt. Autoriteit. Er gebeurt zo ongelooflijk veel in de wereld. Auto. 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 Gender, Syrië, inequality, equality. The male gaze, the gaze. Gay violence, weet je, ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar in dat soort tijden waarin zoveel gebeurt, is het zo belangrijk dat er mensen zijn die die blik proberen te verbreden. Die je kijken proberen te veranderen of te flexibiliseren. Dat is heel belangrijk. En ik hoop gewoon dat ik met mijn werk daar een steentje aan mag bijdragen. Ja, ik heb zo'n bijzondere middag gehad eigenlijk. Heel erg een soort gevoel van openstaan. Al je zintuigen, je intuïtie, je innovatie, vermogen openstaat voor alle indrukken, alle auto's, alle uitlaatgassen. Eigenlijk de hele zintuigelijke ervaring van de auto in de meest brede zin van het woord. En dat is zo'n bijzondere ontmoeting geweest. Of ik had van tevoren niet gedacht dat het me... Ja, dat is grappig. Ja, nee, ik had van tevoren niet gedacht dat het me zo zou raken eigenlijk. Verbindingen. Komt er nog een? Maar het is echt een moment van geweest waarop ik een innerlijke kracht heb gevoeld die ik al heel lang niet meer heb mogen voelen. Ook. Ja. Ja, ik ben op dit moment ben ik bezig met mijn nieuwste project, de geautomatiseerde mens. Ik ben nu 3 maanden bezig, denk ik. Ongelooflijk inspirerend vooronderzoek gehad. De dialoog aangegaan met eigenlijk alle auto's van Gent. Ik ben op dit moment in mijn atelier eraan aan het werk. Is het leuk om even iets te laten zien? Even kijken hoor. Dit is eigenlijk hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Dit is natuurlijk even gedigitaliseerd. Het is een manier waarop ik vaak werk eigenlijk. Dus dit is een soort digitale schets. En ik ben nu aan het proberen om dit in verf te gaan vangen. Maar zoals je ziet komt er eigenlijk in de dialoog met de verf komt er weer iets anders boven. Maar ik blijf zoeken eigenlijk naar de rode cirkel die voor mij heel sterk de kern van het project visualiseert. Maar ik denk dat hij verder ook voor zich spreekt. Dus ik ga het verder ook denk ik, niet uitleggen. Dat is ook weer de ontmoeting met het publiek natuurlijk waarin dat gebeurt. Ja.